Breda Nu. Je weet het meteen. Stichting Bredase Aangepaste Sporten hield ook dit jaar een sportdag voor kinderen uit het speciaal onderwijs en het reguliere basisonderwijs. Kinderen uit het reguliere onderwijs konden zo ondervinden hoe het is om met een beperking te sporten. We deden al een paar jaar de geïntegreerde sportdag. En ik had andere sportdagen vorig jaar al gedaan. Dus ja, ik wilde deze sportdag doen. In principe wilde ik het echt heel groot uitpakken. Nou ja, we hebben nu wel de grootste stormbaan, maar verder helaas nog niet alles wat ik wilde. Maar we hebben de nodige dingen kunnen huren en doen. En ja, ik wilde gewoon graag deze sportdag doen, omdat je kan de kinderen samen laten sporten. En dat vind ik wel een mooi idee. Het was een heel veel, ja, omdat natuurlijk het is een herhalend concept, zeg maar. Dus de ideeën waren er wel al. En dat was natuurlijk gewoon een beetje onze eigen draai eraan geven. En het was gewoon communicatie met bedrijven en alles. Het ging gewoon best wel goed eigenlijk. Gewoon vlotjes, snel. Dus ieder jaar gewoon weer een succes. Ja, het weer is dan nu even minder. Maar Dirk Kuyt die steunt ons echt al jaren met deze sportdag en voor ons gehandicapte sport. En ja, die scholen die vonden het ook allemaal een prima idee, want ja, het is natuurlijk hartstikke leuk voor die kids. Fonds Gehandicapten Sport, die komt ook, doet ook heel vaak mee. En ja, eigenlijk alle Jumbo supermarkten die sponsoren ook heel vaak. En een beetje wel richting alle sportkanten. Het heeft deze locatie dan voor ons afgehuurd, die mogelijkheid gegeven. Dus dat hoefden we zelf niet te betalen. Dus het komt echt overal nergens vandaan. Alle hulp die is welkom en we krijgen het ook gewoon. Ze bieden het soms wel eens aan ook. En als we erom vragen, zullen ze bijna nooit nee zeggen. Deze sportdag wordt vanuit Stichting Breda's Aangepaste Sporten zelf georganiseerd. Maar wij werken vaak samen met Breda Actief, Delta Talent, Jeugdsportsfonds. Daarbij dus NAC Teamplay. Daarbij dus eigenlijk bepaalde dingen binnen de stad organiseren. Het doel van deze dag is dat kinderen vanuit de basisscholen bekend raken met kinderen die iets mankeren. Dat kan divers zijn, maar dat ze daar ook oog voor krijgen en dat ze zien dat dat ook samen kan gaan. Onze maatschappij is vaak zo dat er toch wel een kloof tussen zit. En het is denk ik goed om jong te zien en te leren om met elkaar in contact te komen. Breda Nu. Je weet het meteen.